In deze video gaan we het hebben over drie handige dubbeltactieken waardoor jij slimmer en beter gaat dubbelen. Het dubbelspel wordt gewonnen aan het net. En wellicht ben jij een speler, net zoals ik van nature ben, die heel graag vanaf de baseline gaat spelen. Maar dan kan het zo gebeuren, of het is een frustratie van je, dat je wedstrijden verliest tijdens de dubbels van spelers waarvan je in de singles dik zou winnen. En dat willen we voorkomen. We willen ervoor zorgen dat jij echt slim gaat spelen en daarom hebben we deze drie tips. Tip 1 is, wees niet bang om gepasseerd te worden aan het net en ga naar binnen toe. Ga poachen. Nou, hoe ga je nou goed poachen? Dat laat je afhangen van een aantal dingen. Waaronder waar de bal die jouw maatje slaat als baseline speler of netspeler. Komt hij heel erg diep, is het een moeilijke bal voor jouw tegenstander, dan kan je naar binnen trekken. Of zie je al dat jouw tegenstander er moeite mee heeft, dan zijn er natuurlijk kansen. Nou, dit wil ik voor jou even snel verhelderen door deze rally aan je te laten zien. We gaan even letten op Zverev met de rode broek aan deze kant. Hij probeert er al een paar keer tussen te komen. Maar hier is het juiste moment. Nou, hier maakt hij natuurlijk een goede poach. Even in slow motion. Kerber die is natuurlijk hier al goede bal aan het slaan. Nou, dit is een bal te moeilijk voor Zverev. Hij pakt hem daarom niet. Maar deze bal die is zo diep, zo lastig. Waardoor Zverev kansen ziet en er dus makkelijk tussen kan. In de vorige rally kon je zien dat Zverev probeerde ertussen te komen. Maar dat was niet heel makkelijk, want Kerber, de eerste bal die Kerber sloeg naar Bencic, was nog makkelijk voor haar. Daardoor kwam er een aanvallende bal. Maar de tweede bal die Kerber sloeg, zoals je kon zien, was heel erg diep en moeilijk voor Bencic. En dit zag Zverev, waarbij hij op het moment van slaan van Bencic, dus in jouw geval jouw tegenstander, zou je op dat moment een beweging kunnen maken. En zorg er dan dus voor dat je actief bent op je voeten en dus die beweging naar binnen kan maken. En waarom moet jij niet bang zijn voor een passeerbal? Een bal die cross wordt gespeeld de hele tijd en in één rechtdoor moet worden gespeeld, is heel erg moeilijk. Dus onthoud dat. Een bal voor jouzelf als baseline speler sla je ook niet zomaar langs jouw netspeler. Je gaat vaker de fout in dan dat het goed gaat. Dus als jij dat realiseert als netspeler, kan je gewoon klappen zodra jouw tegenstander een mooie bal langs je slaat. Maar in principe kun jij dus afhankelijk van de bal die jouw maatje naar je tegenstander slaat, een actie maken en zorg ervoor dat die actie ook overtuigend is. En als jij er dan tussenkomt, waar moet je de bal dan spelen? Nou, dat is tip nummer 2. Zorg ervoor dat als jij ertussen bent gekomen en een volley kan plaatsen, dat je het simpelweg op de voeten van je tegenstander speelt. Denk niet na over volgende mogelijkheden. De eerstvolgende keer dat jij weer op de baan staat, mik jij elke volley op de voeten van je tegenstander. En dan ga jij merken wat daar de voordelen van zijn. Nou, in de volgende video gaan we kijken hoe Zverev dit doet bij Federer. Nou, deze rally zagen we net ook. Zverev komt hier tussen en hij plaatst hem perfect op de voeten van Federer. Ik zeg het ook nog even netjes sorry. En dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar Federer die pakt Zverev ook terug. Nou, dit is een mooie bal natuurlijk van Federer. En hier plaatst hij hem niet helemaal op de voeten. Maar hoef je ook niet druk over te maken. De boodschap is vooral plaats dicht bij de voeten. Want dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om deze volley goed terug te spelen. De derde tip is een hele bruikbare tip als jij gewoon een clubspeler bent. Bij de profs hebben ze dit goed door. Kunnen ze daar goed mee omgaan. Maar op clubniveau is dit toch echt een ding. Nou, dubbelen gaat om verstoren. Dat je tactisch je tegenstanders wegspeelt en dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze moeten doen. En om ervoor te zorgen dat jouw tegenstanders niet goed weten wat ze moeten doen, of wie de bal moet pakken, kan je natuurlijk de bal door het midden spelen. En door het midden spelen zorgt ervoor dat, vooral als ze met z'n tweeën aan het net staan, soms ook als de een achter is en de ander aan het net, kan je ook voor zorgen dat er verstoord wordt, waarbij ze vraagtekens hebben van wie de bal gaat pakken. Nou, als dat bij jou lukt, als je het voor elkaar krijgt dat jouw tegenstanders daar eigenlijk geen goede communicatie over kunnen hebben, dan ben je lekker bezig. En in de volgende video laten we dan ook zien hoe dit van toepassing is, ook op het hoogste niveau. Nou, hier zie je dat er dus verwarring is tussen Bencic en Federer van wie de bal moet pakken. Bencic die denkt,
dacht hem wel te kunnen pakken, laat hem toch gaan. En Federer is daardoor te laat. Maar dat effect wil je natuurlijk krijgen. Hoe kun je er nou goed mee omgaan als je dan zelf aan het net staat? Nou, hier zie je dat zij zelf eigenlijk heel actief, en vooral Federer heeft dat een paar keer, naar voren stapt. Want Bencic is hier een beetje naar achter. Maar Federer echt naar voren stapt hier om de volley te slaan. En zorg er dus ook voor dat er bij jou, als jij zelf speelt, geen verwarring kan zijn. Dus als jij zelf aan het net staat en ballen door het midden komen, maar actief bent om een bal te pakken. En desnoods zeg je, als ik rechts sta en ik ben linkshandig, dan zeg je van, oké, degene met de voorrend die pakt hem. Of op rechts pak jij altijd de ballen door het midden. Kan je het duidelijk maken in de communicatie vooraf wie dat soort ballen gaan pakken. Maar vooral als je gaat, wees actief. Ook als jij zelf dus gaat poachen, zoals tip 1, ga echt daarvoor. Ook die bal op de voeten, ga het echt doen. Dus de 3 tips, zorg ervoor dat je niet bang bent om gepasseerd te worden. En ga actief het net opzoeken, ga er tussen komen. Tip 2, zorg ervoor als je dan een volley kan slaan dat je op de voeten speelt van de netspeler. En tip 3, zorg ervoor verwarring bij je tegenstander. En ben jij degene die verward moet worden, zorg er dan voor dat dat niet mogelijk is. Doordat je actief zorgt dat jij sowieso die bal gaat pakken. En een lekkere volley speelt. En als het kan, natuurlijk op de voeten. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze video. Als jij meer wilt van onze video's, dan kan dat als lid van Tennis World. Maar wil jij gewoon gratis abonneren, dan kan dat natuurlijk op dit account. Want wij helpen jou graag een betere tennisser te worden. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Maar vandaag is de dag om progressie te boeken. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop je natuurlijk snel in de volgende video weer te zien.